Een van de beste manieren om een vis te garen op een barbecue is in zoutkorst. Zeebaars is in mijn ogen perfect. We starten met grof zeezout in een schaal. Vervolgens gaan we kruiden plukken. Dat kan kamille, tijm, rozemarijn zijn. Het mengen van die kruiden, dat gaat het beste met een vijzel. Voor dat extra fris te maken, doe ik daar een klein beetje zesten van limoen bij. Onze zoutkorst is bijna klaar. Alleen nog deze twee eiwitten. We beginnen met grof zeezout. Daarop leggen we de zeebaars. En daarna bedekken we de vis, behalve de kop en de staart. Daarna zetten we de zeebaars in kruidenzoutkorst op de barbecue. Voor ongeveer 20 minuten. Om zeker te zijn dat hij gaar is, kan je dat controleren aan de kieuwen en aan de kop.